De regio Alkmaar zit vol met ondernemende mensen. Niets houdt ze tegen. Met die ondernemende mensen gaan wij in gesprek. Waar halen ze hun inspiratie en energie vandaan? En waar zien zij kansen? Je hoort het in de serie Koffie voor twee. Vandaag drinkt Gerwelbers koffie met Erik Luik. En die is 60 jaar jong. Woont in Egmond binnen en is sinds 2018 conservator-beheerder bij museum in het houten huis in De Rijp. Het museum vertelt de geschiedenis van het Schermereiland... En daar hoort bij haringvisserij, walvisvaart, houten huizen, uiteraard molens en leegwater. Erik komt uit de museumwereld. Hij heeft onder andere gewerkt bij het Stadhuismuseum Zierikzee, het Molenmuseum in Koog aan de Zaan en het Zuiderzeemuseum. Daarnaast heeft Erik zijn eigen bedrijf, Luik CC, waar hij maakt, leidt of meewerkt aan tentoonstellingen, educatieve projecten, museumlessen of andere culturele erfgoedprojecten. In 2020 heeft Erik een boek geschreven, dat was een... Lange wens van hem. Het boek heeft de titel De Piraat die geen piraat meer wil zijn. En hij begeleidt ook diverse culturele projecten. Nou Erik, dat is een hele lange intro. Welkom. Ja. Uh, fijn dat je er bent. Je hebt, uh, uh, we kijken altijd eerst even bij de gasten naar het cv. Je hebt uh, museumstudies gestudeerd ja. aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. En waarom trok die museumwereld jou zo? Um, dat was eigenlijk vanwege het feit dat ik uh, voorheen ging vaak met mijn schoonvader op stap. Um, en dan gingen, we, dan gingen we musea bezoeken. En uh, hij was daar geïnteresseerd in, ik ook. En dat was eigenlijk op dat moment, als je in musea kwam, zag je, uh, zag je de, de mensen die daar werkten. En dacht je, nou, daar moet ik toch niet aan denken dat ik in een museum zou komen werken. om alleen met de mensen op mijn vingers te tikken, dat ze niet te dicht bij een schilderij mogen komen. Jij dacht dodelijk saai? Ja, dodelijk saai. En mijn schoonvader die, uh, had dan wel eens de geintje, hij liep met een stok. En dat liet hij dan vallen. En dan zegt je, Moet je zien wat er gebeurt op dit moment? En dan stormde ook meteen de supposter naar hem toe. Dus nou ja, maar dat was uh, zeg maar mijn eerste grote bekende kennismaking met het museumwereld. Uh, en dat was eigenlijk een negatieve. Dus ik ja. dacht: dat, dat, zou, dat wil ik niet. Maar goed, um, daardoor raakte ik wel steeds meer betrokken. Omdat ik met hem uh, al die musea afliep bij, uh, bij het museum. Wezen, zeg maar. Mm -hmm. En op een gegeven moment kom je dan op een leeftijd. Je noemde net al, dat ik nog maar 60 jaar jong ben, maar toen was ik rond uh, de 45. Ik dacht van nou, misschien is het wel leuk om die kentering te maken naar een museumwereld. En vervolgens ben ik op die, uh, die opleiding gaan doen die je net noemde. En dat is de Rijnwart Academie in Amsterdam. En die, ja, uh, die uh, regelt inderdaad uh, de museologie. Ja. ja. En daarna ben je inderdaad in een aantal musea gaan werken ook. Ja. He, het Stadhuismuseum in Zierikzee. Wat, wat is dat voor een, suje, een museum? Dat is um, nou eigenlijk vergelijkbaar met het museum in het Houten Huis... maar dan voor de stad Zierikzee en voor schouwen duiveland dus het eiland waar het op ligt. Heb je iets met, uh, met die regio daar? Of uh, was dat, uh... Nou, eigenlijk niet specifiek, nee. Het was meer dat de, de functie mij erg trok... en ook het avontuur om, om gewoon eens... Uh, ergens totaal anders te werken dan in mijn eigen vertrouwde omgeving. Mm -hmm. En dan is Zeeland uh, wel een stuk. Uh een heel ander stuk Nederland. Dat kan je zeggen. Ja, heb je daar lang gezeten? Nou, niet heel lang. Dat uh, een klein jaar, zeg maar. Oké. Okay. Ja. Okay. En toen weer uh, terug de regio in. Ja. ja, het was was toch wel een beetje. De afstand was toch wel. Uh, ja, was toch wel een Problematisch. Ja. 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 Snap ik. Snap ik. Ja. 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 Het Molenmuseum Koggen de Zaan heb je gezeten. Het De ook. En nu natuurlijk bij uh, museum in het houten huis. Ja. Nou, ik heb het voorrecht gehad om voor jou zelf een rondleiding te krijgen daar. Uh, kan je de, de luisteraars even meenemen wat je daar allemaal kan vinden in ja, het museum? Ja, ja precies. Um, het is inderdaad een museum over het Schermer Eiland. Um, dat, die term dat zegt mensen niet heel veel. Het Schermer Eiland is een beetje een oude term. Maar eigenlijk feitelijk is het uh, de Eilandspolder. Dat komt misschien wat bekender voor. Het is het gebied uh, rondom de Rijp. De ja. uh, Graf de Rijp. En het bijzondere van dat gebied is dat het... De naam zegt het al, een eiland was, te midden van de grote meren, de Beemster en de Schermer. En dat kun je eigenlijk vergelijken met meren als wat je nu nog hebt, de Alkmaar de Meer uit Geestermeer. Dus het zijn enorme meren uh, waar tussen precies dat eiland lag. En dat is op zich niet zo bijzonder, waarheid niet, dat uh, daar vandaan juist uh, op uh, haring werd gevist... En later op walvissen werden gejaagd. Ja, dat kan je bijna niet meer voorstellen. Nee, hè, dat nee. die, uh, maar hoe, hoe voeren die schepen ja. dan? Ja, dat is, dat is natuurlijk heel bijzonder. Want het, het lijkt dan alsof er in de Zuiderzee walvissen zwommen, dat is natuurlijk niet zo. Maar uh, eigenlijk vanaf, uh, vanaf die plek uh, werden de schippers gerekruteerd. Zeg maar. uh, je moet je voorstellen dat gebied was een landbouwgebied. En maar met, met alle proble problemen van dien, wat we hier kennen in Noord-Holland, uh, zakkende veengronden. En dus als ze eindelijk eens wat um, te, te verlandbouwen hadden, dan stond het binnen de kortste keren weer onder water. Mm -hmm. Dus nou ja, er was zeg maar, weinig brood te verdienen in de landbouw. En zo trok eigenlijk de bevolking meer richting de zee uh, als, als schipper. En, uh, maar een bijkomend voordeel was dat er ook veel reders in, uh, in de rijp zaten. En de redenen zijn eigenlijk de basis van, van de schepen waarop, uh, zeg maar, op Haring en later op die walvisvaart werd, uh, werd gejaagd. Mm -hmm. Dus dat er was zowel een ontwikkeling van de bevolking die uh, vanuit midden in het land op schepen terechtkwamen, aan de ene kant, maar ook de rijkdom die daar eigenlijk uh, neerstreek. Was, was dat uh, een unieke situatie daar? Ja, dat, hij is wel redelijk uniek. Juist omdat de Rijp best wel een belangrijke plek is geworden voor de walvisvaart. En um, de, de walvisschepen die, die konden daar natuurlijk ook helemaal niet komen. Die zijn er gewoon te groot voor. Ja. En die lagen bij Enkhuizen, nou ja, bij Texel, bij de Saanstreek. En daar vandaan voeren ze uit naar uh, Spitsbergen en Groenland, uh, die kant op. Ja. Dus ja, het is... Het is heel bijzonder dat dat zo midden in het land zo'n zo zeevarende natie ligt. Dat, ja, uh, dat ja. maakt het heel bijzonder. Ja. En je had het ook over de rederijen, de reders die ja. daar in dat gebied zaten. En, en die brachten welvaart. Hoe mm -hmm. kon je die welvaart daar terugzien? Uh? Nou, die zie je eigenlijk nog steeds terug als je door de rijp wandelt. En de graft ook wel. Het zijn gewoon rijke dorpen waar, waar uh, veel bewaard is gebleven uit de tijd dat het goed ging. Dus de. De Gouden Eeuw en wat daarna kwam. En het, het bijzondere is dan ook wel weer dat die, die armoede, die dan in de 18e, 19e eeuw eigenlijk steeds meer vorm kreeg, uh, dat dat ervoor zorgde dat zo'n plaats als De Rijp uh, behouden werd. Want het werd niet gesloopt, maar het bleef behouden. En het was eigenlijk een armetierig dorp geworden, wat ja. voor een heleboel dorpen en steden in Nederland gold. En uh, nou, daardoor is die rijkdom eigenlijk wel behouden gebleven. Het is niet gesloopt. Mm -hmm. ja. Jullie vertellen in het museum ook het uh, verhaal van het land van leegwater. Ja. Um, onder andere over de drooglegging van de schermen. Mm -hmm. En een van de molens die dat gebied heeft drooggelegd is ook een museum. Hè? Ja. Werken jullie daarmee samen? Ja, zeker. Ja. De museummolen, dat is een, uh, een molen die natuurlijk veel uh, toeristen trekt. Mm. Op dit moment natuurlijk wat minder door de coronacrisis. Uh, ja, daar werken we, werken we ook op bestuurlijk niveau uh, mee samen. Um, wij wij willen ook, uh, sa we gaan ook verder samenwerken met, met arrangementen samen op te zetten. Ja, ja. ja die samenwerking is mooi. Ook die educatieve ja. taak die het museum heeft, hoe vullen jullie die in? Uh, die vullen wij in door... Nou ja, we, we richten ons natuurlijk op de... Op de scholen, en dat zijn met name de basisscholen, basisscholen in de omgeving. Um, ja, we hebben een aantal projecten die we, die we hebben opgezet de afgelopen jaren. en die eigenlijk nu uh, steeds meer vorm beginnen te krijgen. En dat is een project waar, waarin we zeg maar uh, goed kijken naar de leerlingen. van wat is, hun, uh, wat, wat is hun behoefte. En je ziet natuurlijk tegenwoordig die beeldcultuur. Ja, de YouTube cultuur. Is... Ja, ja. ja, exact. En daar kun je natuurlijk iets van vinden. Maar je kunt er ook iets mee doen. En wij doen er graag wat mee. Door die kinderen ook zeg maar, te leren van hoe maak je nou een film? Hoe, hoe zet je dat nou op? En dat combineren we dan door uh, zeg maar, het onderwerp wat zij moeten gaan filmen. Uh, door dat de historie van hun dorp te laten zijn mm -hmm. of van hun omgeving. Ja. Dus dat, dan, en, en natuurlijk komen ze naar het museum toe om bijvoorbeeld objecten uh, te filmen. We hebben natuurlijk veel over die walvisvaart. Dus dat is gewoon interessant om, om daarmee die kinderen uh, vertrouwd te maken. Is die interesse er ook bij kinderen in, in dat deel van onze geschiedenis? Ja, die is er zeker. Ja. En ik, um, dat, dat, merk ik, dat merk ik dan op momenten dat, uh, scholen, dat scholen bij ons binnenkomen. Dat kinderen gewoon... Zijn, kinderen zijn zo ongelooflijk nieuwsgierig. En dat is, uh, dat is een hele mooie voedingsbodem om je verhaal over te brengen. Ja. Ja. En, en wat, uh, het is helaas zo dat uh, misschien dat, dat ouders juist wat minder uh, cultuur minded zijn, waardoor kinderen eigenlijk te weinig in musea komen. Mm -hmm. En dat is jammer, want er is ontzettend veel te doen voor kinderen. Ja. En ze vinden het ook ontzettend. Leuk. Welk, welk deel spreekt het meeste aan als je ze in het museum hebt? Nou, dan komt de walvisvaart wel het ja, dichtst bij. Dat, dat, dat ik zelf ook hoor. Dat, 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 dat spreekt boeiend, tot de he? verbeelding, absoluut. Ja, ja, ja. Ja. En welke vragen krijg je dan daarover? Nou ja, in ieder geval van hoe, hoe, hoe groot is zo'n beest? En um, hoe vang je dan een walvis? En uh, wat, waarom wordt zo'n walvis? Is dat niet zielig? En weet je wel, dat, ja. dat soort vragen. Dus eigenlijk vragen die, die heel dicht bij kinderen liggen. Ja. En, en dan kun je wel... Uh, op die manier kun je dat dan gaan vertellen, dat het, uh, hoe, de, hoe dat allemaal ging. En dat dat ook tegenwoordig bijna niet meer voor te stellen is. Nee, nee precies. Ja. En misschien overvraag ik je wel nu hoor, maar hoeveel welvissen werden er op jaarbasis uh, gevangen door, door de Rijpenaren die je uh, aanvoerde? Um, ja, het, het, het was niet zo dat het een schip vol met Rijpenaren was. Het waren natuurlijk meerdere. Ze, ze, ze gingen vaak ook in vloot, trokken ze erheen. Uh, dus meerdere schepen. Um, maar nou ja, laat ik het zo zeggen. Um, de walvis is, is uh, redelijk uitgestorven aan het eind van de, van de periode dat ze, dat ze daar bezig waren in de 18e eeuw. Ja. Dus um, ze hebben de zee de flink uh, leeggevist. Ja. 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 ja, nou gelukkig is dat uh, voorbij. Uh, het museum, hè, het is een prachtig mooi museum, echt een aanrader om naartoe te gaan. Jullie ja. draaien volledig op vrijwilligers in het museum? Nou ja, op, uh, uh, ik ben aan de betaalde kracht uh -huh. en ik heb nog een collega die de collectie beheert. En dat is bij elkaar 1,4 FTE. Dus dat is niet veel natuurlijk. Um, en de rest, en dan heb ik het over een man, vrouw van 60 personen, die ondersteunen ons in de, in de, in de taken die we willen en moeten uitvoeren. Ja, ja. Je, werk je daarbij ook samen met bijvoorbeeld het Stedelijk Museum in Alkmaar? Ja, ja absoluut. Ja, want dat is, dat is natuurlijk een beetje onze uh, grote broer, om het zo maar te zeggen. En dat is toch wel fijn om... Uh, dat, dat zijn natuurlijk allemaal professionals die er zitten. En dan is het fijn als je dan een vraag hebt of een, of, of een probleem... dat je gewoon kunt aankloppen. Dan ga ik naar Loetsle door een bel ik op. En dan zeg ik van, hoe doen jullie dat? En, ja. Uh, en nou ja, die samenwerking is echt uh, fantastisch. Ze zijn heel erg uh, open-minded ja. daarin. Ja, nou, ja, het is fijn, fijn om te horen. Ja. Ja. Het afgelopen jaar uh, mochten jullie uiteraard niet continu open zijn. Hè? Maar sinds... Uh, uh, begin van deze maand juni uh, is het allemaal weer wat ruimer. Ja. Welke tentoonstellingen zijn er op dit moment te zien bij jullie? Ja, we hebben, een, uh, we hebben eigenlijk twee tentoonstellingen die we nu geopend hebben. Uh, 5 juni. Uh, de wethouder, uh, de Beest, heeft uh, afgelopen vrijdag heeft hij de officiële opening verricht. De, de eerste opening is een fotowedstrijd. En die heet uh, Van Corona in beeld. En die hebben we eigenlijk uitgezet onder de. Ja, onder de bevolking, onder de mensen uit de rijpomgeving. omgeving, Alkmaar, nou ja, wie het maar wilde en kon lezen. En die hebben we eigenlijk uitgedaagd om zeg maar, het corona van hoe, hoe ziet dat er nu uit, hè, om dat uh, vast te leggen op een foto. Nou, daar hebben we aardig wat inzendingen op binnen gehad. En uh, we hebben een jury gevonden die daar dan een selectie uit heeft gemaakt. En die selectie hangt bij ons in het museum. En alle andere foto's hebben we dan op, uh, op een beeldscherm. zodat eigenlijk alle foto's wel getoond worden. Ja. En dat is gewoon heel erg leuk. want je ziet eigenlijk. Um, kijk, we zitten nu middenin. we zijn er nu bijna uit, uh, hopelijk. Um, dus het is, dat, dat beeld is al bijna gewoon geworden. met mondkapjes en lege straten. En, maar dat, de, uh, voor je het weet, is dat weer, zijn we weer terug in het oude. En dan is dat een heel bijzonder beeld. En ik heb gedacht van. nou. Uh, we zitten midden in een historische periode. Die moeten we nu vastleggen. En ja. dat hebben we geprobeerd met uh, deze fotowedstrijd. En nou ja, dat is, dat is gewoon prachtig om te zien hoe creatief ja. mensen zijn om dat in te vullen. Ja, lijkt me gaaf om dat te zien. Inderdaad. Ja, dat is, uh, dat is een leuke tentoonstelling. Ja. En die andere is met: uh, uh, dat is een schilderijen tentoonstelling. En dat is met Jan Groenhart. En Jan is een, uh, een schilder die al jaren veertig... aan de weg timmert in Noord-Holland. Hij is erg bedreven in het schilderen van, uh, uh, van die veenpolderlandschappen. Maar ook van de, van de kust uh, heeft hij prachtige schilderijen gemaakt. Hij maakt ook wat abstract uh, werk. En um, die, ja, dat beeld past gewoon heel erg mooi in dat gebied van die eilandspolder... waar we eigenlijk middenin, zit. ja. uh, middenin zitten. Dus dat, uh, nou ja, die schilderijen die, uh, hangen nu in onze... Uh, nieuwe opgeknapte tentoonstellingszaal uh, te schitteren. Ja. En nou ja, dat, uh, dat trekt uh, tot op heden al aardig wat volk. Ja. Je dus, woont zelf niet in de Rijp, hè? Maar, nee. maar wat trok jij dan specifiek uh, toch zodat je in dat museum bent gaan werken? Um, dat, nou ja, dat heeft natuurlijk te maken met mijn interesse in, in uh, musea, dat, dat uiteraard. Uh, ik ben van, van origine ben ik een zaankanter. En um, het verhaal wat in de Rijp wordt verteld heeft. Enorm veel linken met de geschiedenis van de Zaanstreek. En dan heb ik het over molens, Houten Huizen, doopsgeschiedenis, um, Walvisvaart. Ja. Al, die, al die thema's, die komen ook in de, in de Zaanstreek terug. Dus ik voelde me qua onderwerp al, al thuis in, uh, in de Rijp. Ja. Um, natuurlijk ook dat landschap, dat is, je hebt ook het Wormer en Jisperveld, weet je wel, dat is allemaal vergelijkbaar. Um, en daarnaast had ik de behoefte om nou ja, zeg maar dat museum um, uh, helpen uh, op de kaart te zetten. En nou ja, ik krijg daar uh, gelukkig erg veel ruimte voor. Om al die ideeën uh, gestalte te geven. Ja. En dat, dat, is, nou, dat is gewoon een mooie uitdaging waar ik, uh, waar ik uh, vol uh, voor ga. Ja, in het ja. museum is ook. Uh... Naast de walvisvaart en de is een belangrijk uh, deel weggelegd voor de grote brand... Hè, die ja. je, uh, ja. daar heeft gewoed. Nou, eigenlijk één van de drie grote Eén branden. Van de drie. Ja, ja, maar de, de, de grote brand uit 1654 is wel uh, bekend, omdat er ook, die is eigenlijk mooi vastgelegd in de prachtige schilderij. Uh, Egbert van der Poel was een schilder uit uh, 1600 zoveel, die dat heeft vastgelegd. En, um, nou ja, dat geeft gewoon een prachtig beeld van. Eigenlijk de bestaande situatie. Je kunt je voorstellen hoe dat de rijp is natuurlijk feitelijk niet veranderd in al die eeuwen. Behalve dan dat er allemaal van die nieuwbouwpuisten omheen zijn ontstaan, net als overal in Nederland. Maar feitelijk uh, is het beeld van, van, de, van de rijp nog steeds hetzelfde. Ja. En dus kun je ook heel goed voorstellen hoe die brand gewoed heeft en ja, hoe enorm verwoestend dat geweest moet zijn. Twee derde van het de dorp ging in vlammen op. Mm -hmm. Juist omdat het ook houten huizen waren. Ja, één ja, ja. van de drie. Het klinkt dramatisch, maar ja. dat is in het museum goed terug te vinden. Ja. Um, Erik, wat we in deze podcastserie ook altijd doen, we leggen een aantal dilemma's slash stellingen voor. En dan mag Kijk je met eens ja of nee antwoorden nou, ja. en daarna mag je naar hartelust nuanceren. Oké. Okay. Ja, daar gaan we. <laughs> dat is fijn, dat laatste. <laughs> ja. Ik word heel graag conservator van een museum elders in het land of... Je krijgt mij met me geen stok weg uit de rijp. Ja. Um, ja, is voldoende. Mag straks nuanceren. Oké. Okay. <laughs> en dus, andere stelling. Ja. Musea krijgen in verhouding tot andere culturele activiteiten... te weinig subsidie. Er mag wel wat verschuiving plaatsvinden. Ja. ja. Volmondig, ja. Twee keer ja. ja. Nou, die eerste vraag daar wilde je al meteen gaan nuanceren. Ja, een, dat klopt. Ja, ja ik, ik, moest meteen, ik zag meteen het beeld voor me van... Een voetballer bij Ajax, uh, die dan wordt uitgenodigd om bij Barcelona te komen voetballen. Ja. ja moet je dan zeggen: van uh, uh, terwijl zijn hart ligt bij Ajax, ga je dat dan wel of niet doen? Dus het is natuurlijk een duivelsdilemma. Ja. Uh, ik heb het erg naar mijn zin in de rijp. Uh, maar het is inderdaad wel zo dat als er iets voorbij komt waarvan ik de denk: van is mooi, dan ja. Je ben ik dan om te zeggen, ik ga het niet doen omdat mijn hart zo aan ja. de rijp verpand is. Dus dat is gewoon de eerlijkheid, denk ik, die, die dan wel speelt. Wat, wat is voor jou het Barcelona in de museumwereld? Ja, dat, dat, ik heb niet echt een Barcelona in de museumwereld. Er zijn een aantal musea uh, waarvan ik denk: van, nou, dat lijkt me prachtig om te werken. Maar ik zie ook altijd met, meteen weer de nadelen. Uh, ik, ik noem natuurlijk uh, bijvoorbeeld het Rijksmuseum. Dat is natuurlijk een prachtig museum. Maar aan de andere kant, daar gelden weer zoveel regels en voorwaarden. En hè, daar word je ook in geremd in je, in, in, in je creativiteit. Ik kan ja. nu mijn creativiteit uh, goed kwijt in de Rijp. Dus daarom wil ik er ook helemaal niet weg. En, um, maar goed, er zijn natuurlijk altijd musea die, die misschien. Um, nou, laat ik het zo zeggen: dat er musea zijn waar de collega's eigenlijk allemaal professional zijn. En dat is natuurlijk wel heel anders dan in de museum met allemaal vrijwilligers te werken. Ja. Dus het is meer uh, die algemeenheid dan dat ik denk van uh, het is een specifiek museum waar ik, uh, waar ja. ik zou willen werken. Ja. Als je op reis bent, hè, in het buitenland, ja. welk museum kom je dan graag? Um, nou, dan zeg maar voornamelijk de, de kunstmusea, toch wel. Mm -hmm. En dat betekent um, dat het ja ik ben erg kunst geïnteresseerd natuurlijk ook historisch geïnteresseerd um, maar ik, ik zie ik kijk naar het gebouw hè. dat zijn natuurlijk vaak oude gebouwen in in de context van de plaats waarin het uh, waarin het is ik ben ik ben dol van Rome van Florence soort steden Rome en Florence zijn eigenlijk openlucht musea. ja als precies je loopt, dan, ja ja. Uh, ja en ik vind altijd het mooiste dat als je daar een kerk binnenkomt dat je oog in oog staat met een schilder als Caravaggio ja dat is dat is, uh, dat is voor mij tentoonstellen. Ja. Dus dat, dat de kunst midden in de samenleving staat. En feitelijk hoop ik dat ook een beetje met uh, de rijp te doen. Zo'n fotowedstrijd is eigenlijk diezelfde intentie... om te laten zien van... we zijn niet een afgesloten bastion... Mm -hmm. maar we staan midden in de samenleving. Ja. En dat wil ik, dat zou, dat wil ik graag uh, uitstralen Die en uh, bereiken. Ja, ja. mooi. Maar heb je ook een boek geschreven? Ik zei ja. het in de inleiding al. Dat was een lang gekoesterde wens van je. Ja, 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 ja. ja het was... En was het een bevalling of zeg je. Nou, dat is nou nee, het, was... het was, Dan was het een hele makkelijke bevalling. Ja. Nee, dat kwam. Ik, um, ik had het verhaal al liggen. Dat heb ik jaren geleden geschreven. En ik kwam in contact met uh, de illustrator. die dus de, de tekeningen heeft gemaakt. Um, eigenlijk via, via de, de musea waarmee ik werk. Hij kan prachtig illustreren voor kinderen. Um, nou ja, zo raakten wij natuurlijk in gesprek uh, zoals dat gaat. En hij dacht van, uh, of hij zei van nou laat dat verhaal eens lezen, dan ga ik eens kijken of ik er wat van, uh, of dat mij inspireert. Nou dat deed het. Mm -hmm. Gaaf. En ja. zo, zo kwam dat boek uh, tot stand en we hebben het via crowdfunding uh, uh, kunnen realiseren. Ja, is het een kinderboek? Ja, het is ja. echt een uh, voorleesboek voor ja. uh, jonge kinderen. Ja. Dat leuk. En, ja. en, en komt er een vervolg? Um, dat zou ik wel willen, maar het is. Um, we hebben ook gemerkt, we willen dat eigenlijk eerst via een uitgeverij doen. Nou ja, dat uitgeverij hebben uh, zoveel voorwaarden en eisen dat dat er is bijna niet tussen te komen. Ze hebben ook enorm aanbod, dus vandaar dat we via crowdfunding zelf uh, aan de slag zijn gegaan. Um, dus ja, ik heb wel ideeën voor het vervolg, maar dan. Uh, het gaat meer om de de activiteiten eromheen, want je moet dat boek gewoon bij de boekhandels. Uh, zien te krijgen en dat is enorm veel werk. Ja, ja, dat snap ik. Ja, nou, we, daar wachten we met belangstelling af wat er gaat gebeuren. Ja. Uh, in de serie hebben we ook altijd een estafettevraag. Mm -hmm. Een van de vorige gasten die we hier gehad hebben, die heeft een vraag achtergelaten. Dat was uh, Bob Kiel, ja, wel bekend. Ja. Um, en hij stelt de vraag van: wat is de meerwaarde van het land van leegwater voor de stad Alkmaar? Ja. Uh, die is er zeker. Um, Sinds, sinds de Rijp en Graft en omstreken bij de gemeente Alkmaar is gevoegd, is het natuurlijk één gemeente. Uh, dat, zijn, aan de andere kant zijn het twee verschillende plekken. Maar ik vind dat als je in Alkmaar woont, dan moet je eigenlijk toch vaker je achtertuin in. Mm -hmm. Of je voortuin, het is maar hoe je het ziet. Om zeg maar, op de fiets wandelend door dat prachtige gebied van, van leegwater, het land van leegwater, um, gewoon lekker recreatief bezig te zijn. Te genieten van de zon, van de leuke terrasjes in de rijp en natuurlijk van het museum in de rijp, maar ook van de molens. Um, dat is gewoon geweldig. Dus er ligt één groot historisch gebied ja. aan je voeten. Geweldig. Dus dat, dat, is, dat een, uh, is een mooie oproep, Erik. Ja, Welke ja. vraag zou jij aan een van de volgende gasten willen stellen? Ja, dat, dat heb ik even over na kunnen denken, omdat je deze vraag me gelukkig vooraf stelde. Um, ik heb het betrokken op mijn eigen museum. Uh, mijn eigen museum, het museum in de Rijp, het is niet van mij uiteraard. Uh, de vraag is: blijven relatief kleine musea als museum in het Houtenhuis urgent voor de samenleving? Mooie vraag. Ja, ja. nou die gaan we zeker stellen. Um, ik wil je voor nu heel erg uh, hartelijk bedanken voor, uh, voor het feit dat je gast wilde zijn uh, vanochtend. En we zien je graag een uh, andere keer weer terug bij ons. Dank Dankjewel. voor de uitnodiging. Je luisterde naar Koffie voor Twee. Dank voor je aandacht en graag tot de volgende keer. Koffie voor Twee is een samenwerking tussen Halstad Centraal en Alkmaar Marketing.